Goedemiddag allemaal. Het is precies 2 uur. Tijd om te gaan beginnen aan dit webinar over de Aquatermie Viewer van STOA. En Simon die gaat jullie straks vertellen hoe de Aquatermie Viewer werkt. Michelle Talsma van de STOA zal meteen toelichten waarom wij als STOA de Aquatermie Viewer hebben laten ontwikkelen. Michelle, ik geef jou graag het woord. Ja, dankjewel. Ik zal mezelf even voorstellen. Ik ben Michelle Talsma, programmacoördinator bij de STOA. En voor de nieuwkomers die STOA nog niet kenden, STOA staat voor Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer. Wij worden voor 90% door de waterschappen betaald, dus dat is een hele belangrijke klant voor ons. Ik hoorde dat ook heel veel gemeentes aanwezig zijn. Vanuit de STOA werken we ook heel veel samen met andere organisaties, waaronder bijvoorbeeld RioNet, en dat doen we ook bij Aquatermie. De waterschappen en andere organisaties zijn zich natuurlijk allemaal aan het bezinnen van hoe gaan we zelf voor onszelf de energietransitie aan en van het aardgas af en over naar duurzame energie. Maar de waterschappen kijken ook van hebben we dan assets die we beschikbaar kunnen stellen voor anderen. En een van die assets is natuurlijk het oppervlaktewater. Ja, ik noem het maar even een asset, heel technisch. En dus het oppervlaktewater en het rioolwater. Wij proberen de waterschappen en andere organisaties te ondersteunen in de regionale energiestrategieën, die dus plannen aan het maken zijn en eind 2021 gereed moeten zijn. Nou, een van de vragen is inderdaad van ja, hoe komen we nou van dat aardgas af? En hoe komen we dan aan de warmte? Nou, misschien is warmte uit water wel een van de opties om tot over te schakelen. Nou, natuurlijk moeten daar warmtenetten voor aangelegd worden. Maar dat is dan ook, ja, hoe krijg je het dan richting de woning? Maar het is natuurlijk ook heel belangrijk om te weten, ja, wat is er nou eigenlijk het aanbod warmte uit het water? Dat is de reden dat wij opdracht hebben gegeven om de Aquatermie Viewer te ontwikkelen. En we hopen dat we hiermee op een zo praktisch mogelijke manier antwoord kunnen vragen of bij kunnen dragen aan de vraag van nou, hoeveel warmte zit er in het water. En dat de waterschappen en andere organisaties dat in kunnen brengen in de rest. Ja, mijn naam is Simon Worst, ik werk bij Centraal. Centraal is een dochter van Touw. Touw is misschien in gemeente en waterschapsland wat beter bekend als adviesbureau, maar wij zijn 100% dochter daarvan. En wij hebben inderdaad de viewer mogen maken. En ik wil in eerste instantie even aan de hand van een PowerPoint laten zien. Wat staat er nou precies in die viewer? Een paar dia's daarover, hè, waar hebben we het over? Hoe komen we nou precies aan die data? Maar ook, hoe kunt u nou die data gebruiken? Hè? De vraag net ook, is die ook zou je het ook voor de warmte-transitievisie kunnen gebruiken? Ja, zeker, absoluut. En wat je kunt, dat zal ik ook straks laten zien. Je kunt echt tot gemeenteniveau eigenlijk, Google Maps zit eronder, je kunt op huisniveau inzoomen. In het tweede deel van deze webinar komt ook een stukje demonstratie van de zoomer, van de viewer zelf. Dus dan zal ik ook daarmee doorheen loodsen. Maar nu eerst even, hoe komen we aan de getallen? De TA, thermische energie uit het afvalwater. Daarbij hebben we gekeken naar de assets van de waterschappen. Dat zijn de RWZI's, de gemalen en de leidingen, de in- en effluent leidingen van de waterschappen. Alle waterschappen hebben destijds in 2018 meegedaan, gegevens aangeleverd. Dat is wel heel mooi. Dus we hebben echt een landsdekkend beeld van de waterschapsassets. En dan hebben we het over 56 petajoule aan technisch beschikbare warmte. Nou, hoeveel is dat? Dat is 15% van de Nederlandse toekomstige Nederlandse warmtevraag van woningbouw en kleine utiliteit. Dus de grote gasvragers, glastuinbouw, hoogovens, die zitten hier niet in. Maar de warmtevraag van huishoudens en de utiliteit, scholen, verzorgingshuizen, die kunnen we dus 15% uit het afvalwater halen. En dat is dus het afvalwater bij de waterschappen. Hier in het gemeentelijke rioolstelsel zijn hierin nog niet meegenomen. En op basis van de resultaten die daar ook steeds meer van bekend worden, lijkt het erop dat daar een vergelijkbare hoeveelheid in zit. De tweede bron, dat is TO, thermische energie uit het oppervlaktewater. Die is veel groter. Er zit 150 petajoule in, dat is 40% van de Nederlandse warmtevraag. Nou, u ziet,
met de warmte die technisch in het oppervlaktewater en afvalwater in Nederland aanwezig is, kunnen dus 50% van de Nederlandse warmtevraag en ruim 55% van de in voorzien. En dat is een substantieel deel daarvan. Nou, hoe komen we dan aan die getallen? Ik zei net al, voor de TA afvalwater hebben we in 2018 het onderzoek uitgevoerd. We hebben samen met IF gedaan, IF Technology. En daar hebben we gekeken naar de RWZT's. En eigenlijk de assets van de waterschappen, dus niet de assets van de gemeentes. En die zouden eigenlijk nog een keer opgeteld kunnen worden. Voor de TO-data is er gebruik gemaakt van twee studies. In 2016 is er door IF Technology in opdracht van de Unie van Waterschappen een studie gedaan. Waarbij rekenregels zijn afgeleid, hoeveel water zit daar nou in. Daarna is er door Deltares gekeken voor de grote en de stromende wateren. Hoe zit het nou precies? Want de rekenregels van IF, dat hebben ze ook al aangegeven, met name voor de grote stromende wateren, die waren aan de veilige kant. Dus het is een combinatie van twee studies. Dus voor de grote en de stromende wateren het verhaal van Deltares van vorig jaar. En voor de kleine en stilstaande wateren de rekenregels van IF Technology. Nou, die beide datasets, die zijn, dus TO en TA, die zijn landelijk, of die zijn in één grote dataset gezet. En digitaal ontsloten via een website, die kan ik straks ook laten zien. Er komen ook regelmatig updates van. Misschien bij sommigen bekend, het programma Warming Up, wat nu ook draait, waarin de komende 3 jaar ook gekeken wordt van hoe zit het nou precies met die warmtepotentie in ons afvalwater, oppervlaktewater en ook drinkwater. En drinkwater is ook een bron die steeds meer belangstelling krijgt, waar ook gewoon echt een substantiële hoeveelheid warmte in zit. Dus in het Warming Up programma wordt er ook updates van gemaakt. Worden er ook verfijningen van gedaan. Hoe zit het nou in een koud jaar, een warm jaar? En dat soort vragen worden erin beantwoord. Maar de data is ook in te zien op de site van de STOA. En dat kan via een paar websites. Kunt u daar naartoe. stoa.nl/TA of toa.nl/TO of omgevingswarmte.nl/TOA. Er zijn een aantal URL's, maar u komt altijd op dezelfde website uit. Nou, de data beschikbaarheid, hoe zit het daar dan mee? We hebben sowieso met de STOA afgesproken dat er tot eind 2024 de data up-to-date blijft. Met een klein glimlachje. Het zou me verbazen als we daarna stoppen, want ik denk dat we juist in 2024 ook met de daadwerkelijke realisatieslag aan de gang gaan in Nederland. En grootschalig. Dus ik maak me er niet zo bang voor dat die data dan ook actueel zal blijven. U kunt snel inzicht krijgen in de potentie in uw eigen restgebied en eigen gemeente of anderszins waterschapsgebied voor TO en TA. En we hebben ook afgesproken met STOA dat per restgebied kan de data ook aangevraagd worden om het ook op restniveau met elkaar door te rekenen. Wat is natuurlijk mooi dat de data op internet in te zien is. Maar veel belangrijker is dat u er ook zelf mee kunt gaan rekenen in uw eigen processen. De warmteatlas, wat Michelle al aangaf, die is ook gekoppeld met de STOA-data. Dus ook in de warmteatlas kunt u de data inzien. En het PBL hanteert ook dezelfde bronnen. Ook de datasets zijn dit voorjaar aan het PBL aangeleverd. En die worden bij de komende startanalyse die rond de zomer uit moet komen, zijn ook deze twee datasets nu meegenomen. Dus ook daar, en dat is natuurlijk ook op gemeenteniveau, wordt er ook aangegeven op welke hoeveelheid deze bronnen zouden kunnen voorzien. Nou, dat is in een vogelvlucht wat ik even wilde toelichten over de data, hoe we daaraan komen, wat erin zit. En dan verderop in het programma zullen we de viewer ook laten zien. Dankjewel Simon voor dit verhaal. Ondertussen komen er ook wat vragen binnen. Bob de Boer die vraagt... als je warmte uit afvalwater haalt, dan betekent het dat het afvalwater koeler wordt. En een zuivering gedijt beter bij wat warmer afvalwater. Is daar rekening mee gehouden in de berekeningen, dat je niet alle warmte eruit haalt, maar tot een bepaalde temperatuur?
Ja, dat klopt. Er is rekening mee gehouden bij beide studies, met name over het afvalwater. Er is ook met de waterschappen, in de begeleidingscommissie van de waterschappen, is ook afgesproken tot hoe ver mogen we afkoelen. In het warming-up-programma is het ook een specifiek onderdeel van wat voor effect heeft dat nou op de zuivering. Want technisch, en dat klinkt een beetje flauw, maar technisch kun je gewoon ijs maken. Dat is geen probleem om het water echt zo ver af te koelen dat er gewoon ijsvorming op gaat treden. Nou, dat wil je natuurlijk sowieso niet op je zuivering hebben. En er is afgesproken, maar in het warm-up kader is dat onderwerp van discussie, dat we gaan niet kouder meer afkoelen dan 6 graden. Dus influent op de zuivering, dat moet sowieso 6 graden zijn. Er is ook gekeken naar het effect van afkoeling, maar met name door de bijmenging vanuit diverse stelsels, rioolstelsels, treedt het effect van afkoeling op het riool is heel snel weggewerkt, doordat er andere stromen bij komen. Dus is er nu een internetsite met een kaart van Nederland op het scherm gekomen. En dit is dus de viewer die via een aantal URL's, en nu zit u weer in een andere omgeving. U mag ook dit hele adres overtikken. Dat laatste bij die hashtag nou mag dan vergeten als u hier bij kaart stopt. Dan komt u er ook op terecht. Maar die andere korte URL's zijn ook, komt u op deze kaart terecht. Nou, er staan 3 lagen in. De bovenste laag is dan de TA, dat is het technische energie uit het afvalwater. Die kunt u aanklikken. Dan komen er 4 lagen onder te staan. Die kunt u ook aanklikken. En heeft hier de technische potentie van de directe levering. Ik zal zo uitleggen wat het verschil tussen die lagen is. En dan kunt u daar de RWZI's aanklikken. En dan ziet u hier alle RWZI's in Nederland. En de grootte van het bolletje en de kleur geeft ook aan wat de potentie dan van die betreffende RWZI zou zijn. Nou, willekeurig inzoomend naar een RWZI. Je kunt ook met het pijltje op deze RWZI klikken. Dit is RWZI Nieuwgraaf van Rijn en IJssel. De technische potentie is van de directe levering, wat er dus direct met de warmtewisselaar uit het effluent van de RWZI gewonnen kan worden. Dat is 630.000 gigajoule per jaar. Nou, dit soort getallen horen dus bij die RWZI's. En als we dan ook nog zeg maar, de gemalen aan zouden zetten, dan zien we een nog veel groter beeld ontstaan in Nederland. Dat is natuurlijk logisch. Hè? We hebben heel veel pompgemalen om het water vanuit de stelsels naar de RWZI's te voeren. Daarnaast hebben we nog effluent leidingen, de leidingen vanuit de RWZI's waar het gezuiverde water geloosd wordt. Maar ook de influent leidingen, eigenlijk zijn dat de leidingen tussen de gemalen en de RWZI's. Nou, u begrijpt, als je al deze potenties bij elkaar optelt, dan kom je dus aan die 56 petajoule, die dus technisch beschikbaar is. We hebben hier ook gekeken naar de economische potentie, want technisch, die 56 petajoule is de economische potentie, de technische potentie is nog veel groter. De economische potentie hebben we ook naar gekeken. En daar hebben we gekeken van een RWZI, die kan wel een bepaalde hoeveelheid warmte hebben. Maar als er binnen een straal van, uit mijn hoofd is er rekening gehouden met 2 kilometer bij een RWZI, als er binnen een straal van 2 kilometer geen afzet is, ja, dan moet je dermate lange leidingen aan gaan leggen, dat je veel te veel warmteverlies krijgt. Ook deze rekenregels die zijn met de begeleidingscommissie destijds afgesproken en gehanteerd in deze landelijke dataset. Maar ook hiervoor geldt, in uw specifieke situatie kan dat weer anders zijn. Ik weet bijvoorbeeld een project in Wageningen, waar ze de restwarmte van Barenco gaan gebruiken. En de leiding van Barenco naar Wageningen is 6 kilometer. En dat kan in de business case toch uit. Dus de grens die wij hebben getrokken van 2 kilometer en daarna is het economisch, telt er niet meer mee, dat is een grens waar breed commitment over bestaat, maar is niet een hele harde grens. Hè. Ook voor uw situatie kan dat weer anders gelden. En ook andersom. Hè. Ik zeg ook wel een beetje flauw, 2 kilometer leiding door Hartje Amsterdam, dat is een drama. Hè, dus daar zal de afstand veel kleiner zijn dan in andere gebieden. Nou, we hebben dus de technische potentie en de economische potentie met de directe levering. Dus wat er direct gewonnen kan worden. Maar in de zomermaanden kan er bij, in alle assets weer, de gemalen, zuiveringen, of de RWZI's, de gemalen en de leidingen, kan er meer warmte gewonnen worden dan er nodig is.
De temperatuur is vaak wat hoger. En die warmte zou dus opgeslagen kunnen worden in een WKO. Dus voor de TA-potentie hebben we ook gekeken van wat is er nog eigenlijk extra aan warmte te winnen. Die we dan in de zomer op zouden kunnen slaan in een WKO. Dus die informatie kunt u allemaal vinden op de website over TA. Voor TO staat op dit moment de technische potentie van het oppervlaktewater is er op weer gegeven. En dat zijn dan, wat ik in de presentatie net aangaf, op basis van de rekenregels voor de kleine wateren van IF. En voor de grote wateren is daar gebruik gemaakt van de rekenregels die door Deltares zijn afgeleid. Nou, het is een best een zware dataset. Maar hier kunt u dus inzoomen op een bepaald gebied. En ook dit is weer willekeurig waar ik op in zoom. En dan kunt u ook hier een bepaald lichaam watervlak aanklikken. En dan ziet u ook hier, dit betreffende watervlak, hè, dat bevat dus 1 miljoen gigajoule water of warmte per jaar zou eruit gehaald kunnen worden. Nou, het valt onder beheer van de Zeeuwse Rijnlanden. Het restgebied hebben we erbij aangegeven, provincie Utrecht. In de typologie is het een stilstaand water. En zo kunt u dus voor elk water ook zien en aanklikken hoeveel potentie daar in zit. In die betreffende bron. Standaard start de viewer met de luchtfoto van Nederland. Hier rechtsboven kunt u een aantal andere ondergronden selecteren. We hebben de OpenStreet View hebben we eronder, maar ook een grayscale kan eronder gezet worden. Zelf gebruik ik vaak deze, die vind ik wel prettig, maar goed, dat is zeg maar mijn keuze om het zo te zeggen. Hier staan 2 knopjes, een disclaimer, hoe je de gegevens moet behandelen of moet zien eigenlijk. Het is een algemeen beeld hoeveel warmte er beschikbaar is technisch en die dus zou kunnen benutten binnen uw rest, uw gemeente of ook als corporatie of initiatiefnemer om iets met warmte te gaan doen uit afvalwater of oppervlaktewater. De handleiding, onder het knopje handleiding, we hebben ook een klein stukje tekst, maar hier staat een handleiding waarin de hele kaart wordt toegelicht. Dat is het hele verhaal wat ik nu vertel, dat kunt u ook rustig nog een keer hier in de handleiding nalezen. En natuurlijk heel belangrijk, welke rekenregels zijn gehanteerd bij zowel TA als TO? En hoe zit het nou precies in elkaar? Nou, daar verwijzen we ook naar 2 documenten. En voor TA vinden ze onder deze link en onder TO vinden ze onder deze link. Dan is er nog een, vinden wij, handig hulpmiddel. Dat is de analyse tool. Als hij start, dan doet hij een eerste berekening van heel Nederland. Nou, dan hebben we... Maar u kunt hier ook je eigen gebied selecteren. En ook dit gaat misschien heel snel nu in deze webinar. Maar in de handleiding, die ik net liet zien onder dit kopje, daar staat ook uitgelegd per scherm welke muisklikken je moet doen. Nou, je kunt hier een gebiedje selecteren. Dus laten we hier eens een gebied selecteren. Dan gaat hij rekenen. In dit betreffende gebiedje staan 5 gemalen. Dus dat zouden we kunnen zien als we de gemalen laag aanzetten. Er staan geen RWZI's in dit gebied. Het wintergebied, wat we in de winterperiode bij de assets van de waterschappen zouden kunnen winnen, kunnen benutten. Dat is in dit geval gelijk aan het zomergebied, 6900 kub per dag. Waar hebben we dan over? Hier zit het onderscheid tussen die 4 verschillende potenties voor de TA, het energie uit het afvalwater verhaal. Een kleine 9700 gigajoule economisch beschikbaar. Technisch veel meer, maar dat heeft ermee te maken met die rekenregel dat we hebben gekeken naar bebouwing binnen 2 kilometer afstand. Ja, hier zit natuurlijk hele stukken waar veel minder gebouwen in zitten. Simon, had hier ook een vraag nog even over in de chat, hè, van Arjen van den Hoge, van hoe de economische potentie gedefinieerd is. Kun je daar nog iets meer over zeggen? Is dat alleen die 2 kilometer? Nee, die wordt in die rekenregels wordt die nader toegelicht. Bij RWZT is rekening gehouden met 2 kilometer vanaf een RWZT en 1 kilometer vanaf een gemaal of een leiding. Dat is eigenlijk, daar is gekeken of er bebouwing en een bepaalde warmtevraag van die bebouwing dan in de buurt is.
Dat is meer economisch, maar dat wordt ook meer en veel diepgaander uitgelegd in die handleiding. En voor TA is het uit mijn hoofd, is er zelfs regenhouden, of TO, sorry, een regenhouden met 5 kilometer. Maar dat wordt in de beide handleidingen wordt het uitgelegd hoe dat precies zit. Maar voor het warmte- en oppervlaktewater, dan is hier een dikke 400.000 gigajoule. Dat is natuurlijk logisch, want hier hebben we natuurlijk de randmeren die daarin zitten. Nou, dat in een vogelvlucht, hoe de viewer eruit ziet en welke informatie daaruit gehaald kan worden. En hoe u ook zelf voor uw eigen gebiedje een eerste analyse zou kunnen doen daarin. Misschien laat ik hem even op de kaart de viewer staan, Jacqueline. Kijken of er vragen over zijn. Er zijn allerlei vragen. Dat is goed om die inderdaad even door te nemen. Er wordt gevraagd, kunnen gebouwen putten uit aquathermie? Bijvoorbeeld een school in de buurt van een rivier. Of deze de rivier als energiebron kon gebruiken? Kun je daar iets over zeggen hoe dat gaat? Ja, kijk, wat we in de viewer hebben aangegeven is de technische potentie van het oppervlaktewater, hoeveel energie er technisch uit te halen is. Als het gaat om een specifiek gebouw, dan is het natuurlijk de interessante vraag om er ook te kijken van kunnen we daar ook een business case van maken? Hè, wat voor temperatuurniveau hebben we dan nodig? Hè, als het een oud gebouw is, wat echt nog op 70 graden gestookt, 80 graden gestookt moet worden, en waar weinig aan te doen is, hè, een monumentaal pand bijvoorbeeld, ja, dan wordt de business case lastiger, omdat je de periode dat je dus de warmte nodig hebt, is in de winter. Dus dan zul je echt wel met de WKO de warmte in de zomer moeten winnen, in de WKO opslaan, opwarmen tot een graad of 20, en dan van 20 de stap moeten maken naar die 80 graden voor temperatuurverwarming. Ja, dat wordt dan wel wat lastiger business cases. Aan de andere kant, we hebben ze wel doorgerekend, en soms kan het ook echt uit, hè, met name de stijgende gasprijzen. Hier zit ook de vraag in van de rivier, Jacqueline. Ja, en het is ook een beetje, het gaat ook om voor het verdelingsvraagstuk, hè? Van wie is die warmte? Is die van die school? Is die van iemand anders? Ja, dat is een interessante vraag. En daar is ook door de STOA vorig jaar een onderzoek naar gedaan, door de Universiteit Utrecht. Daar hebben, ja, Michelle weet dat, jij misschien ook wel, Jacqueline, beter dan ik, volgens mij 6 of 7 juristen naar gekeken. Maar dat is natuurlijk een heel interessante vraag, ja, van wie is die warmte nou eigenlijk? Maar heel kort samengevat is de conclusie, de eigenaar van de asset is ook eigenaar van de warmte. He, dus de eigenaar van, als het om een rivier gaat, zit je natuurlijk heel snel bij Rijkswaterstaat. Gemeentelijk rioolstelsel zit je bij gemeente en RWST zit je bij het waterschap. Daarnaast is ook wel gekeken naar het verdelingsvraagstuk, he, van waar gaat de warmte nou heen? Nou, die discussie is nog niet afgerond. En die wordt ook op dit moment gevoerd, ook vanuit de waterschappen. Dat is ook heel goed, want warmte kun je maar één keer weggeven.